Hi everybody, welcome to Zo, hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van mijn Feyenoord Carrière. Vandaag spelen we weer Eredivisie wedstrijd. We spelen tegen AZ. En we spelen in onze sterkste opstelling. En dat is toch een behoorlijk sterke opstelling, want we gaan eens even kijken. De meesten weten het waarschijnlijk al wel, maar toch voor de zekerheid even. Hiro, we hebben Donnarumma, Papadopoulos, Reyes en Indy. Dan Nainggolan, Kimmich, Dembele en Hazard op de flanken. De Bruyne op 10, Lukaku en Kane voorin. Dan nog eens even kijken naar AZ. Hier hebben González, nieuwe keeper, zag ik net voorbij komen. Nou, een hoop oud Feyenoorders. Gustafsson, Makocho, Bilal en verder. Ja, zeg het maar. Geen idee. Lucassen zag ik staan, die kende ik dan. Verder niet al te veel bijzonders daar lopen in Alkmaar. En dat is jammer, maar goed, maakt niet uit. Wij gaan proberen te winnen zoals altijd, hè. Kijken of dat gelukt. Hier, goede bal op Hazard. Geef een goede voorzet, jongen. Oeh, dat is jammer. Lukaku, waarom schiet je die er niet gewoon even in? Dat is echt een hele grote kans, jongen. Jongen. Begint dat nu al. Goed gedaan, Dembele, jongen. Nou, Lukaku dan. Nou, de Bruyne komt er ook al niet voorbij. Het schiet lekker op zo. Nainggolan dan, op Hazard. Oh, jammer. En de Bele met de corner. De Bruyne ook weer niet. Jammer. Nou, Nainggolan die schiet veel te hoog. Dat schiet ook weer niet op. Nou, wel goede kansen, maar nog geen goal. Jammer. Roger Nainggolan. Was good progress with this attack. Nou, Hazard, geef nu eens een goede voorzet dan. Ook weer niet. Wat nou weer? Nou, als dit toch geen voordeel meer is, dan weet ik het ook niet. Het is raar om dan nog te fluiten, terwijl je gewoon de bal nog hebt, als AZ zijnde. Goed. Transferperiode is trouwens nog gewoon open, zoals je waarschijnlijk weet. Dus we kunnen nog spelers kopen, zelfs verkopen. En we komen bijna op 1-0 achter. Dat zal je altijd zien. Maar dat is dus nog steeds mogelijk. Sheampong, daar is een bot op gedaan. Die heb ik geaccepteerd. Dus mocht die weggaan, kunnen we nog kijken voor een nieuwe links. Half. De Bele dan. Ah, jammer. Op jongens, Martens Indy loopt naar door, zit er niet zo te zeiken. De bal had je gewoon makkelijk kunnen hebben. Het is niet zo wat te lopen zeiken. Oeh, Kimmich. Weer rustig jongen. En in goes the cross. Lekker Donnarumma. Hier komt de support. Weer alles goed bezig, jongens. Nou, Dembele dan. Oké, naar binnen. Terug naar Dembele. Dembele. Ja, 1-0. Weer Dembele. Lekker hoor. Ze doet hij het toch goed gelijk al in het begin. Sorry Sander. Goeie vervanger voor Villalba, of niet dan? Weer een goaltje. Goed gedaan ook door Kane natuurlijk. Die heeft er een assist bij. Goed bezig jongens. De Bruyne dan. Lukaku.
Alle ballen op Dembele, jongens. Goed gedaan, Kane. 2-0 toch? Ja, ja, ja. Lekker. Ja, ze zijn los. Goed gedaan, man. Lekker weggedraaid. Ja, dan kan hij niet missen natuurlijk. Nou, kom op. Ah joh. Good forward play from them. Gone for the through pass. Well, he's got support here. It's good play until they got that challenge in. Kevin De Bruyne. De Bruyne, goede bal op Hazard. Good pass. Getting it forward. Hazard. Oh, wat een kutbal. Ja, die Hazard die is nog niet helemaal wat ik ervan verwacht had. Om eerlijk te zijn. Pakt hij wel goed de bal. Dat dan weer wel. Lukaku, goede bal op Dembele hoor. Nou, dat is dan weer een kutschot. Jammer. Nu dan. Lukaku. Nou, dat schiet ook niet op. Ik zat te twijfelen. Moet ik gaan schieten of moet ik hem pasen? Maar op het laatste moment dacht ik, nou, pasen heeft niet zoveel zin volgens mij. Gaan we maar schieten. En toen was het al te laat. Ingooi. Nee, het is rust. Nou, 2-0. Op zich valt dat niet tegen. Maar wel aardige kansen gehad, jongens. Zeker in het begin. Gewoon lekker doorspelen zo. Op T. Joshua Kimmich. Well, they're in a good position here. Well, good through ball. Op wie? Lukaku dan. Ah, jammer. Conditions can be very difficult for defenders, but also for strikers as well. And it looks as though the pitch got the better of him. Yeah, and I don't know about whether he's chosen the right studs, because he seemed to slip as he went to hit the ball there. Op De Bruyne. On the attack here. Ah, shit, man. Nee, niet geblesseerd. Ah, is die nu echt geblesseerd, jongens? Wat een kutspel is dit toch ook, zeg. Altijd maar weer die blessures om niks. Hij gaat gewoon liggen, man. Die gelijk zijn schouder weer uit de kom of zo, weet je wel. Hoe vaak gebeurt het nou dat de speler zijn schouder uit de kom heeft? Nou goed. 2-0 nog steeds. Ik hoop niet dat hij er al te lang uit is, hè. Wie? Dat komt weer niet aan. Wat is dit nou ook weer voor paas, jongens? The approach play looked very encouraging. Crisp defending there. Regen 9 Golan. Dembele. Trying to switch on the attacking power in this situation. Nicely played through ball. Goed gedaan op Van Aken. Van Aken schiet je. Wat is dit? Zit een serieuze schot op zijn doel? Jongens. Hoe kan dit nou? Game can be influenced so often by substitutes. The home team are going to perhaps gamble on that working. Lopen ze elkaar in de weg? Een Engelse en een Duitse, ja, die praten ook niet dezelfde taal tegen elkaar, hè? Maar goed, tegen elkaar aanlopen, dat vind ik ook weer zo wat. Nou, kom op, Kane. He's threaded the path through neatly. Ah, die gaat ook weer net mis, hoor.
Het zit niet mee met de afronding, jongens. Hoe kan dat nou toch? Now they've got a chance in this part of the pitch. In quickly. Nicely worked until that point when it broke down. And now they've got to try and regain possession. Goed, ze spelen ook op legendarisch. Het is ook een niveau hoger dan vorig jaar. Lukaku. Dit jongens, Lukaku, je bent zo sterk als een beer, man. Hou je lichaam er eens tussen. Eens kijken of we nog meer kunnen wisselen. Kan altijd natuurlijk, maar... Zet hem er gewoon in. En Werner erin, op T. Kom op, Van Aken. Even aanzetten nu. Hup. Hier is Johansson. Dit is goed. Werner staat er al in. Jezus, hij krijgt hem weer niet bij Lukaku, hoor. Hoe kan dat nou weer, jongens? Zo'n moeilijke bal was dit toch niet? Rot op, man. Ik speel toch de bal? Het gaat duidelijk weer niet zoals gehoopt, jongens. Ook dit weer. Ik vraag me wel eens af wat die spelers nou doen. Nou, nu dan. Goede voorzet. Nee, weer kut voorzet. Spaas je die bal en dan selecteert FIFA vervolgens niet de speler voor je naar degene naar wie je die bal paast. Dat vind ik ook weer zoiets bijzonders. Nou, Dembele dan. Schiet jij hem er dan nog in? Nee, ook weer niet. Ik verwacht dat hij met rechts zou schieten, om eerlijk te zijn. Maar hij is natuurlijk linksbenig. Dit is wel... Ah, god! Echt, jongens! Het gaat echt steeds meer frustreren dat er alles dat je wil, dat het gewoon mislukt. Nou, het is afgelopen. Ik denk al, wat gebeurt er nou dan toch weer, jongens? Maar goed. Het zit erop. 2-0 gewonnen. Dat dan weer wel. We waren uiteraard veel en veel beter. Zeker als je naar de kansverhoudingen kijkt. Man of the match, Dembele. Ja, kan niet anders, hè. Goaltje gemaakt. Kane een goaltje gemaakt. Assists voor De Bruyne en voor Kane. Dus op zich is het natuurlijk, we winnen gewoon. Zo is het ook. Misschien moet ik het gewoon wat positiever houden allemaal. Ik heb gewoon veel te hoge verwachtingen. Maar ja, wat wil je met zo'n elftal? Dan wil je toch ook gewoon dat alles gewoon vlekkeloos verloopt. Maar goed, we staan bovenaan. Eens even kijken hoor. Dit is geaccepteerd, Pulisic, 15 miljoen euro. Hoppatee. We moeten wel eerst Achey en Pong weg. €13 miljoen? Wat is dit nou weer, jongens? Ik wil nog wel 14 hebben, jongens. Hoppatee. Acht weken De Bruyne eruit, jongens. Nou, groot feest. Kutzooi. Wie gaan we trainen? Ik denk dat ik gewoon vol voor deze gast ga.
van Den Bosch. Potentie tussen de 88 en de 92 had hij toen ik hem aantrok, zeg maar, uit mijn jeugd. Dus dat is best hoog. Ik hoop dat hij dat waar gaat maken. Dit gaat goed. Net geen puntje erbij, jammer. Eens even kijken. Dan moet de bruine er natuurlijk uit. Kunnen we twee dingen doen. Van Aken gewoon op 10. Ah, ik kies er denk ik voor om Hazard gewoon op 10 te doen. En dan als Shea en Pom op links. En als die nou weggaat en Pulisic komt, dan kan die daar mooi op links. En deze gast die kan volgens mij ook op links. Zie je, linkshalf kan die ook. Dus als nou P11 dan moet spelen, dan kunnen we hem gewoon lekker op links zetten. Of de Vries of Meijer hebben we natuurlijk ook allemaal nog. Dat kan ook nog allemaal. Jongens, wat een keuzes. Wat een keuzes. Nou, even opslaan. En eens even verder in de week. Kijken wat het ons brengt. Pulisic accepted. Ah, die gaan we gewoon accepteren. Want deze man gaat toch ook wel weg. Shea Pong gaat wel weg, denk ik. Hoppatee. Pulisic ervoor terug. Aangeraden door een van jullie. Hè? Ik weet even niet meer door wie, sorry. Maar... volgens mij zelfs de twee mensen. Of het was twee keer dezelfde, dat kan ook. Maar... nou, er komen weer aardig wat berichten binnen. Een offer voor de Vries. Ja hoor, ga jij maar lekker naar Numancia. Lekker voetballen jij, hoppatee. En beter worden, hè? Beter terugkomen. Want we krijgen billenkoek. Match rescheduled. Kijk, dat houdt meestal in dat de Champions League bekend is. Eens even kijken. 12 miljoen erbij. Shea Pong dus weg. Pulisic, oh, die staat al mooi op links. Eens kijken. Kan die nog meer spelen? Alleen linkshalf. Nou, dat is wel jammer. Nou goed, toch weer een goede speler erbij, denk ik zo. En dan gaan we zo morgen lekker tegen Twente spelen. En dan is ook onder andere de transfer deadline. Dat zijn ook altijd nog spannende dagen. Ik denk niet dat ik nog veel zal gaan kopen. Tenzij er hele rare dingen gebeuren. Maar dat vermoed ik eigenlijk niet. Meestal ben ik wel vrij vroeg klaar met al mijn transfers. Eens kijken hoor. Match rescheduled. Ja man, Meijer. Denk het ook. Eens even kijken. We gaan naar de kalender en dan gaan we eens kijken tegen wie we allemaal mogen gaan spelen in de Champions League. Het is tegen Olympiakos. Kijk, daar heb ik nog niet eerder tegen gespeeld. Tegen FC Basel, ook daar heb ik nog niet eerder tegen gespeeld. En tegen Lyon. Nou, dat is toch een goede groep. Dat moet makkelijk kunnen, jongens. Dat moet zeker makkelijk kunnen. Oh, daar ben ik blij mee. Ik ga het afsluiten voor vandaag. Ik zeg bedankt voor het kijken. Hopelijk tot de volgende keer. Later.